Hi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je hebt het aan de titel al kunnen zien. Ik heb een Action Shop blog. Ik ben namelijk naar de Action geweest en ik ging eigenlijk naar de Action voor een case voor de Nintendo Switch. Daar kon je echt alles instoppen, spelletjes, je oplaadstation en nou van alles. Die was er helaas niet, maar ik had nog wat andere dingetjes op het lijstje staan die ik moest hebben. Dus ik ben wat dat betreft wel weer goed geslaagd. Dus ik ben met mijn tas vol naar buiten gekomen. Dus ik ga je laten zien wat ik dit keer bij de Action heb gekocht. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kijk dan even gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd in beeld te zien zijn. Mocht er iets bij zijn wat in de aanbieding was, staat er een sterretje voor. Dan weet je dat de prijs dus wat kan afwijken. Normaal gezien als wat ik ervoor heb betaald. Ik heb allereerst hier een bak. Dit is eigenlijk, ja, het heeft een speciale naam. Ik kom er zo even niet op. Maar je kunt hier dus documenten in stoppen. Het is een A4 formaat. En ik had toenertijd, toen ik mijn knutselhoek ging inrichten, best wel veel van deze bakken nodig. En toen waren ze echt niet te krijgen. Ze waren op dat moment helemaal uitverkocht. Later hebben ze ze weer gekregen. En ik kon er nu alweer eentje gebruiken. Want ik doe hier bijvoorbeeld ook mijn papierblokken in. Er zit ook een schrijfgedeelte op waarop je kunt schrijven wat erin zit. Ik heb een grijze genomen met wat gouden details. Je had ook een zwarte. En de binnenkant is dus gewoon wit. En hier kun je dus of belangrijke papieren of ja, dingetjes instoppen die je gewoon wilt opbergen. Dus die heb ik allereerst weer even meegenomen. Want die kon ik wel even goed gebruiken. Dan heb ik servetjes meegenomen voor de Pasen. Het is natuurlijk bijna Pasen. Dus dat vond ik wel leuk met een konijntje. Happy Easter staat erop. Dus deze vond ik wel heel erg leuk. En dat vind ik dan leuk als ik met Pasen ga eten. Om er zo'n servetje bij te leggen. Dus ja, soft touch quality. Verder niet heel bijzonder, maar gewoon leuke servetjes. Dan heb ik nieuwe glazen gekocht. Als je mijn vlogs volgt, heb je kunnen meemaken dat er in 2 weken tijd 3 glazen zijn gesnuffeld. Dus ik dacht, ik heb eigenlijk even nieuwe glazen nodig en dat zijn deze geworden. Het zijn eigenlijk ook glazen voor whisky. Want als je heel goed kijkt op de achterkant hebben ze de whisky in zitten. Maar er stond ook op het blaadje bij dat ze ook voor water zijn. Ik vond deze dan wel weer een beetje een luxe uitstraling hebben door dit aan de onderkant. Ik vond het leuk. Ik drink zelf voornamelijk uit kleine glazen. Als ik gewoon lekker wat te drinken neem, pak ik nooit een heel groot glas. Behalve als ik Amaklimonade drink. En ik vond deze er wel gewoon fancy uitzien. Dus heb ik in ieder geval weer drie nieuwe glazen die hopelijk iets langer meegaan. Want het is echt wel heel vervelend als je glazen achter elkaar kapot knappen. Dan heb ik een sprayfles gekocht. En deze is van Spargo. Hier kan 750 ml in. En er zitten ook doeken bij. Er zitten 3 microfiber doeken bij. Ik vind die doeken zelf altijd heel erg fijn. Ik maak het liefst met deze doeken ook schoon. Maar ik had in mijn boodschappenpakket had ik van die tabletjes zitten met alles reinigen die je zelf moet oplossen in water. Dus toen had ik eigenlijk wel een fles nodig en bij de Action zijn ze vrij goedkoop. En hier krijg je dus ook doeken erbij. Er zit ook er zitten ook milliliters op afgebeeld. Dus je kunt zien hoeveel je hem hebt gevuld. Maar het kan ook heel handig zijn. Ik moet bijvoorbeeld mijn balkon gaan doen om er wat azijn in op te lossen met water. Dat je het even goed kan insprayen. Dus ja, die vond ik gewoon wel heel fijn. Ik weet eigenlijk, ja, ben er wel benieuwd naar. Dus die had ik gewoon even nodig. Dan heb ik een skin gekocht voor mijn controllers voor de Nintendo Switch. Ik heb er nu een skin omheen zitten. Maar het lijkt me in de toekomst toch wel handig om er ook nog een paar controllers bij te hebben. Stel dat ik een keer samen wil gamen. Bijvoorbeeld met Nathalie. Ja, dan is het wel handig om er een paar controllers bij te hebben. Maar ik vind het ook wel leuk om mijn huidige skins met deze te wisselen. Je krijgt hier 2 skins voor de linker en de rechterkant. En er zitten dus ook 2 dopjes bij voor op je joystick, zeg maar. Deze had je in verschillende kleuren. Nou, ik ben voor roze gegaan, want ik vind roze gewoon het leukst. Dan heb ik stickertjes gekocht voor de Pasen. En deze vond ik wel heel erg leuk. Je krijgt 4 luxe vellen, staat erop. Op de achterkant zie je alle velletjes.
En je hebt gewoon hele leuke stickertjes. Ze voelen ook een beetje, sommige zijn een beetje 3D. Je hebt bijvoorbeeld paaseitjes, maar kuikentjes. En je hebt konijntjes, echt met Happy Easter. Ik vond het gewoon super leuk. Leuk om in mijn bullet journal te gaan verwerken. En ik had eigenlijk niet echt stickers die bij Pasen aansloten. Dus ik vond deze wel super leuk. Ik zal ze nog even één keer op de achterkant laten zien, zodat je echt kan zien wat er allemaal bij zit. Maar echt een hele leuke set met paasstickers. Dan heb ik een setje met 4 gekleurde eyeliners. Hier heb je een blauwe, een gele, een groene en een roze eyeliner. Ze hebben de namen Rock the Boat, Bright Sunlight, Sweet Love en Iceland Oasis gekregen. Zijn ook vegan. Het lijkt me wel leuk om daar ook wat meer in te experimenteren met bepaalde ooglooks om dan een kleurtje te gebruiken. Dus ik vond ze er wel leuk uitzien. Dus ja, hier ben ik wel benieuwd naar. Nou, er zit 0,2 gram in en je krijgt dus 4 kleuren. Dus die heb ik allereerst ook nog eventjes meegenomen. Dan heb ik ook nog een pastelblokje. Hier zitten pastelkleurtjes in. Heel erg leuk. Je hebt wat stipjes, zie ik hier. Ja, maar ook gewoon echt gewoon basic blaadjes. Er zit echt heel veel in. Staat nu niet echt... Ja, op de voorkant kun je al een beetje zien wat erin zit. Die vond ik wel heel erg leuk. Dus die heb ik meegenomen. Er zitten 100 blaadjes in. Je krijgt 20 designs en van elk design zitten er dus 5 blaadjes in. Dus stel je hebt dit design, dan krijg je 5 keer dit design. Maar dat geldt ook voor deze. Dus een heel afwisselend blokje. Dus wel heel erg leuk. Dan heb ik dit bakje meegenomen. En dit is, deze is ook gemaakt van 100% gerecycled plastic. Ik had er eigenlijk nog één willen hebben, maar ze hadden het er op dat moment maar... Ja, ze hadden meerdere kleurtjes, maar ik vond het leuk om 2 verschillende kleuren te hebben. Maar bij die ene zat geen deksel. Het leek mij wel handig om hier... Ik heb nog wat dingen liggen, daar ga ik nog een video over maken. Die zijn aangevraagd. Maar bijvoorbeeld voor mijn stempelkussentjes, om die hierin te doen. Of ja, ik heb zometeen nog een item die ik er ook heel graag in wil doen. Dus ik heb gewoon dit bakje meegenomen. Ik vind het fijn dat er een deksel op zit, dat sluit mooi af. Dus... ja, ik kan ook eigenlijk niet zien hoeveel hierin past. Het is gewoon een medium formaatje. Maar er staat verder niet in hoeveel inhoud erin gaat. Maar gewoon een heel basic bakje. Dan heb ik een etui. Want ik heb een aantal stiften die moeten liggen. En die had ik in een etui gestopt. En dat paste niet helemaal. Het etuietje was te klein. Dus ik dacht, ik moet er eigenlijk even een paar etuis bij hebben. Want ik heb meerdere van dat soort stiften die dus moeten liggen. Ik heb allereerst deze Teddy gekocht. Deze had je in verschillende kleuren, maar ik ben uiteraard voor roze gegaan. Want ik voel me af en toe net Tante Til van de familie Knots, want ik hou van roze. Hij heeft een Teddy, ja, hij is van Teddy en hij is ook best wel ruim van binnen. Dus je kunt er best wel veel in stoppen. Er zit ook gewoon een heel leuk, schattig lintje aan. Dus die heb ik meegenomen om weer verder te kunnen met ordenen. Maar ik heb er dus nog één meegenomen. En dit is een velvet etui. Ook weer roze. En deze is ook vrij breed. En ja, echt onder het mom van verder met organize is het soms ook handig om dingen in etuis op te bergen. Dan heb ik in ieder geval weer even 2 etuis erbij. Dan kan ik weer verder. Want ja, af en toe wil ik niet echt. Omdat je dingen tekort komt. Dan heb ik dit designpad met texturen. Hier krijg je ook weer 100 vellen, 5 velletjes van elke, zitten dus 20 in. Dit zijn houttexturen. Kijk, allemaal, dit is bijvoorbeeld een nerfje. Dit is gewoon een vloer. Ik vond deze wel heel erg leuk en ik had hier wel wat plannen mee. Ook gewoon weer wat zonder print. Maar ja, het zijn wel echt hele leuke velletjes, een beetje steenachtig. Maar ook gewoon een basic zwarte. Dus heel erg leuk. Op de voorkant zie je ze weer eventjes. Dus die vond ik wel leuk. Want ja, het is weer wat anders. Dus leuke texturen. Dus die. Dan zag ik deze nagelspray. Dit is een quick dry nailspray. Die zou je nagels in 60 seconden drogen. Nagels lakken is hartstikke leuk, maar soms is het wachten niet zo tof. En ik zag dat deze nieuw was. Ik was hier wel benieuwd naar of dat het daadwerkelijk zou werken. Ik heb er ooit eens eentje gehad van de Big Bazaar. Die deed het echt heel goed. Dus ik was wel benieuwd of deze het ook zou doen. Ja, het is eigenlijk gewoon een droogspray.
Staat er verder nog wat op? Nee. Je moet zo ongeveer op 15 centimeter afstand van je nagels sprayen. Dan zou je nagels binnen een minuutje droog zijn. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ga dit gewoon proberen. Misschien werkt het wel heel erg goed. Dan heb ik een setje meegenomen voor kaartjes maken. Want ik wilde eigenlijk heel graag ook weer wat meer kaartjes zelf gaan maken. Dat leek me wel heel erg leuk. Maar ik had hier eigenlijk geen kaartjes voor. Ik had eigenlijk ook witte willen hebben, maar die hadden ze niet. Dus ik heb nu bruine. Dus ik heb het zijn 8 kaartjes met 8 envelopjes. Dit zijn dan meer liggende, zeg maar. Dus hier kun je dan bijvoorbeeld gewoon leuk zelf een voorkantje op maken. En dat is net wat leuker soms om het te personaliseren. En ik heb dan ook staande. Dus wie weet, als ik nog de witte een keer tegenkom, zou ik die ook wel graag willen hebben. Maar ze hadden hier alleen maar bruine. Maar je ziet echt wel dat ze hier hele leuke designs al hebben gemaakt. Dus dat vind ik leuk om ook te gaan proberen. Dan heb ik nog een boekje en dit zijn ombre papiertjes. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Het zijn dus allemaal ombre effectjes. Kijk, dat loopt een beetje door. Ik vind ombre effect altijd heel leuk. Dus ja, leek me wel leuk om ook te verwerken. Deze is ook wel heel leuk. Hier krijg je 36 papiertjes en er zitten 6 designs in. Van elk design krijg je 6 papiertjes. Hier zie je de papiertjes er nog eventjes. Dus die vond ik ook wel leuk. Dan heb ik nog de glitter alcohol ink. 2 kleurtjes meegenomen die ik nog niet had. Ik heb hier allereerst een zwarte. Ik heb deze al eerder laten zien in een shoplog. En hier komt ook nog een video van online, want daar was al naar gevraagd. Maar hier zit er dus een glitter effect in. En hier kun je dus hele leuke dingetjes mee maken. Dus ook leuk bijvoorbeeld als je een tekst maakt en die kun je dan dus een glittertje opdoen. Misschien dat je hem ook wel kan uitvegen nog met een kwastje. En ik heb een oranje. Dus dat vond ik ook wel leuk. Ja, zie, het moet ook met een kwastje. Eigenlijk staat hier ook dat je een palette moet hebben, maar die heb ik dus niet. Oh nee, je kunt het in verschillende maten doen, dus het maakt niet uit. Je kunt ermee verven, schrijven en drippen. Dus nou, daar komt dus nog een video van online binnenkort, met de andere kleuren ook. Maar deze, die had ik nog niet. Oh ja, dan heb ik nog een papierblokje en dit zijn vintage flowers. Nou, dit zijn dan weer 100 papiertjes, 5x20 designs. Dit zijn een beetje de designs die erin zitten. Ik zal er even een paar laten zien. Vlindertjes, maar je hebt ook deze hele mooie bloemen. Kijk, streepjes. En nog meer bloemen, ook wel heel erg leuk. Ik heb het nu een beetje, ben ik ermee aan het proberen met het schrijven op deze papiertjes. Ook voor in mijn bullet journal, want het is echt wel super leuk. Ik vind deze ook wel heel erg mooi die ik hier zie. Even kijken hoor. Of ik hem zo... Oh ja, kijk, die is ook heel mooi. Hele leuke papiertjes. Dan heb ik nog een setje met clear stamps en deze zijn wat vrolijke dingen ook. Je hebt bijvoorbeeld deze ook met van die, hoe noemen ze die ook alweer, sharps. En die gebruik ik best wel veel met bullet journalen. Soms vind ik het best wel moeilijk om ze zelf te tekenen. Dus ik dacht, het is ook wel handig als je hem gewoon kan stempelen. Dus je hebt hier een tekstballonnetje. Hier ook. Je hebt wel een heleboel leuke dingen. Hier kun je dan zelf ook nog een tekstje inzetten bijvoorbeeld. Hele leuke kleerstems ook weer. Ze hadden best wel veel leuker. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. Dan heb ik nog 2 keer een haarband voor mijn make-up. En ik heb nu deze, een grijze. Ik heb er hier al een aantal van. Alleen ik merk ook dat je ze na 1 à 2 keer gebruiken al best wel vies maakt. Doordat je ze op je hoofd legt en er toch wat foundation tegenaan komt. En dan wil je ze wassen.
En ik heb voornamelijk kleur. En dan is het net toevallig niet de week dat de kleur was in de aanbieding is. En dan zit ik zonder haarband. Dus ik heb nu deze en ook een gele meegenomen. Want ja, ik vind het gewoon handig om daar een aantal van te hebben. Stel je voor dat ik misschien nog eens een keer met Nathalie iets wil doen met make-up. Dan kan ze ook even zo'n haarband in doen. Dus die heb ik gewoon eventjes omdat het handig is. Omdat je ze snel moet wassen. Dan heb ik hier een aantal liquid watercolor brush markers. En dat zijn deze. Ik heb hier groene. Hier zit dus vloeibare waterverf in vier kleuren. En hier kun je dus ook heel makkelijk dingen mee inkleuren. Ik ben de laatste tijd wel heel erg bezig met het inkleuren van met potlood. Maar soms mis ik het ook wel eens met stift. En ik doe het ook nog wel met stift. Maar deze leek me wel handig omdat er eigenlijk een soort van waterverf in zit. De tip is 4 mm breed. Dus dat zijn de groene. Gele. Paarse. Deze wilde ik dus ook in een etui stoppen. Want deze moet je denk ik neerleggen. Roze. Een beetje bruin tinten. En de laatste zijn blauwe. Dus die gaan we ook lekker testen. Mocht je het leuk vinden om hier nog een video van te zien, laat het dan gewoon eventjes weten in de comments. Want dan kan ik er altijd nog een extra video over maken. En dan heb ik nog een heel leuk jurkje gekocht voor de zomer. Ik vond deze wel heel erg leuk. Ik heb hem in maatje S. Dit design. Ja, ik ben toch wel meer van de jurkjes ook in de zomer. Ik vind het leuk om het dat weer een beetje te gaan dragen. Het zou nu ook wel kunnen door bijvoorbeeld een legging eronder te doen en een lekker vestje eroverheen aan te doen. Het is ook een heel lekker stofje. Het is, staat het erop wat voor stof het is? Oh, 97% polyester en 3% elasten. Ik hoop wel dat die lang genoeg is, want S zit, ja, S moet ik hebben zeg maar voor mijn lichaam, maar omdat mijn benen vaak wat langer zijn, is dat een beetje soms lastig. Maar deze, je mag hem alleen wel wassen op 30 graden, dus niet op 40. Maar die, en ik heb dit jurkje, deze is ook heel lekker zacht. Die vind ik ook heel erg leuk, want die heeft een V-halsje, heeft een driekwarts mouwtje. Deze is gemaakt van 92% polyester en 8% elasten. Deze heb ik ook in een maatje S genomen. Dus die is ook wel leuk straks. Als het al wel wat warmer is, maar nog niet helemaal de tijd is voor korte mouwen, is een driekwarts mouwtje ook hartstikke leuk. Je had hem ook in een pantenprintje, maar ik ben gewoon voor een zwarte gegaan. Dus dat was dit jurkje nog. Nou, dan zijn dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze al wat nieuwe oogschaduwpaletten hadden. Die heb ik helaas nog niet kunnen vinden. Dus de volgende keer dat ik ga, ga ik daar zeker weer naar kijken. Ik ben in ieder geval weer heel blij met de aankoopjes. Ook fijn dat ik nu weer dingen kan gaan opruimen. Dus dat vind ik altijd wel heel fijn. Het zijn vooral wat meer knutselspulletjes dit keer dan. En niet zoveel make-up. Maar ja, het is net wat ze hebben. Ik ben in ieder geval heel blij mee. Ik ben benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik heb gekocht. Ja, ik zou zeggen, laat het zeker even weten in de comments. Ja, voor nu wil ik je gewoon in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video weer te mogen zien. Doei!